Ik vroeg jou gewoon. Dat is leuk. Ja. Dus jij weet al wat je gaat maken? Ja. Even zwaaien. Ja, dat bedoel ik. Dus. Wordt lekker donker. Linda als ze klaar is. Dat weer een beetje rustig en al flitterig. Maar niet druk, maar geluid. Dus we gaan het merken als we direct in de kappersloot gaan. Nou, zo zie ik het dus nu nog uit. Helemaal geweldig. Met lekker nog blauw in mijn haar. Ziet er niet uit. Ik vind daar ook eens een kappersloot gebruiken. Lekker laten wassen en knippen. Zo, nou, daar hebben we Karin, haar koppie, met haar lange haar. En ja, zij zegt blauw, maar het is groen in mijn ogen. En niet alleen dat voor mij, maar in andermans ogen ook. En dan wordt ze straks onder de schaar genomen en onder de kraan genomen. Door deze lieftallige dame. Hi. Hi, oftewel onze Linda. Te kwaas, man. Hey. Te kwaas. Ja, oké. Okay. Dus het is geen groen. Het is lekker blauw. Nou, ik hoop dat ik het zo goed heb gedaan. Dat hoop ik toch ook voor u. Ja. Ik ga het wel zien in de edit. Zo, ik zit dus in de kapperstoel. Maar wat gaat gebeuren? Geen idee, ja. En dat weet Linda wel weer, ik niet. Ja, jij wel. Oh, maar dat doe ik ook wel vaak hoor. Gewoon lekker mijn ogen dicht doen. Ik kan wel. Nou, dat doe ik wel. Dan is het nog warm. Nou ja, en waar ik het meeste warm heb, nu vooral omdat het al zo warm is buiten. Dat is hier, weet je, precies onder. Dat gaat lekker jeuken. Ja, altijd. Ja. Dan doe je maar lekker mijn haar een stukje zo hier omheen, maar zo weet ik veel. Prima. Ja, jij hebt het lekker ingepakt, hè? Beter zijn we hier bij Linda in Nieuwdenhelder, bij de kapper. Nou, je hoorde. En Linda, die gaat nou lekker Karin onder handen nemen. Ja, met wat? En geen Karin, idee. Karin die heeft totaal geen idee. Goed, hè? Dat is weer iets wat anders. Dat wordt dus een verrassing, dus Karin die heeft er ook gewoon dingen gedaan. En ik vind het alleen maar leuk. Ja, en Linda die lacht erop. Die is blij. Of niet al, Linda? Jazeker, mag maar uitleven. Ja, dat vindt ze helemaal leuk. Uitleven. Kijk, een lekker pakje. Ja. Het wordt niet paars. Nee. Allemaal dingetjes erin. Ja. Klontjes. Krijg wel frambozen, ja, dat weet je wel. Ik smeer de frambozen hier op in. Hoor je dat? Oh, dat kan niet. Leuk. En ik kan hier weer zo lekker van genieten. Lekker hè, gewoon even zitten en niks doen. Wat was je helemaal vergeten? Jongen. Maar ik ken wel wat hoor. Toch wel? Ja hoor. Twee handen. Waarom maak je hem met flits? Omdat het beter uitkomt qua verlichting. En dat is een iPhone, dus? Nee, ik heb een Samsung. Oké, en ik heb ook een Samsung en ik gebruik nooit flits. Nou, die kleuren die je ziet, zeg maar, die ik je heb laten zien, ja? Die paarse die heb ik zonder flits gemaakt, die is zonder flits mooie. En die bij die meid, die regenboogkleur, die heb ik met flits gemaakt. Maar die was zonder flits weer hartstikke dof. Okay. Dus het is maar net aan hoeveel verlichting er ook valt. Ja, oké.
je mannetje die kon het aan. Ja, hij zei ook al van, nou dat is leuk voor even de vlog. Leuk man. Ja, hij is al helemaal aan je gewend hoor. Ja, maar sommige dingen, ja, dat moet ik echt even... Ja, maar dat snap ik ook wel. Ja, heb je... Ja, ja, zoals jullie zien is het nu aardig aan het intrekken. Helemaal geweldig. Dus ja, ik zit dus in de kapperstoel en Linda die kan lekker zich uitleven. Dat vind ik helemaal niet erg, vind ik helemaal leuk. Dus wat het allemaal gaat worden, ik geen idee. En we gaan het zien wat ze allemaal in petto heeft. Gaan we weer? Ja, we gaan er weer inderdaad. Is leuk. Heerlijk. Ja, toch? Maar mijn haar is ook gewoon makkelijk. Ja, ik ben blij met jouw haar. Blij met mijn haar. Zij komt in de schermen, dus dat doe ik. Ja, daarom. Ja, nu dit vind ik zo lekker. Maar dat weet ik niet. Kijk, als het erg is, moet je roepen. Ja, dat weet ik. Nou, goed, dus valt deze wel mee. Als ik pijn heb gehad met mijn zenuwen die knel zit, nou. Kun je dit wel hebben, toch? Ik wou net zeggen, dan kan ik dit wel hebben hoor. Want die en die pijn die wil je echt niet hebben, echt niet. Nee, ik heb gewoon liggen gillen in huis van even een pijn. S'nachts. En terwijl je nog s'nachts ook weer door het ziekenhuis naar huis wordt gestuurd. En dan mag je de volgende ochtend weer om 8 uur terugkomen. Oh ja. Ja. Deze is je vrienden, voel je dan, hè? Ja, heel vriendelijk, hè? Dan word je om een uurtje of twee ongeveer naar huis gestuurd, s'nachts. Maar dan moet je de volgende ochtend om 8 uur al weer aanwezig zijn. Ja. Huur een bed. Ja. Ja, echo was niks te zien. CT-scan was niks te zien. Nee, joh, je meet het. Nee. Niet zo heel, hè? De eiwitwaarden die waren wel een beetje verhoogd, maar niet zo daar nog dat. Doei! Hoi. Heb je afstand? Ja. Hadden vier. Ja. Ja. Zorg dat het zo lang is. Geeft niks hoor, hij loopt ook een beetje uit. Want zijn broer moet ook nog geknipt worden, dus ik weet niet of het erg vindt om even te wachten. Oh, nee. Nee. Het is een beetje druk vandaag. Hi. Hi. Kijk, nou komt die blauwe weer er buiten. Zo mooi. Het is een beetje koud hoor, dat is voor je hoofd even lekker. Oh, lekker juist. Want dat was ik al mijn beetje gevoelig. 3. Kijk man, al die camera's omhoog. Ja, hè? Geweldig, hè? Ja, vind ik van wel. Zoals net al gezegd, dat lijkt mij een beetje makkelijk. Zo, en die kleuren die komen ook heel mooi nauw naar voren, hè? Ja, heel leuk, hè? Gaaf. Hi, was je er ook nog? Ik was er ook nog. Ik ben ook nog filmen. Dat is even hier tussendoortje. Ik volg jou gewoon. Dat is leuk. Ja. Dus jij weet al wat je gaat maken? Ja. Mooi. Heel hou goed. Dat nog maar lekker even geheim. Ja, doe jij dat. Doe jij dat. Ja, maar jij ook. Ja, dan moet je wel pauze drukken, anders gaan ze het zien. Ja, precies dat. Dus, doei! Later! Dag! Nou, ze gaat een mooi kleurtje erin doen. Altijd. Altijd. Oh, altijd. Because I like that. Ik ga gewoon even op en op je handen kijken, is leuk. Ja. Een mooi rood is niet lelijk. Nee. We gaan voor mooi rood. Alleen het gewoon te scrollen.
Dat is een beetje bloedrood. Ja. Ook een mooie kleur. Ja. Donker. Zo, met dat laatste plukje zijn we bezig. Ja. Met dat laatste plukje. Sorry, maar jullie staan er nou toch ook op. Even zwaaien. Ja, dat bedoel ik. Dus. Wordt lekker donker. Kijk, want dat staat mij wel, weet je, als laatst donker. Ja. Maar je hebt felrood en donkerrood. Ja, dat bedoel ik. Ja, even zo'n plaatvliegje. Ja. Ja, en nou ziet het dus op dit moment zo uit. Ja. Het is inmiddels al 5 uur geweest. Ja. Maar ik doe aan overwerken. Ze doet aan overwerken. Ach ja. Hoort er ook af en toe bij, hè? En bij het werk. Ja. Ja. Iedereen die moet wel eens een keertje overwerken. Ja. Dus, mag niet klagen. Misschien over 5 minuten dat ik weer in die andere stoel kan zitten. Die daar. Een van de twee. En dan ga ik hem weer lekker uitspoelen. Ja. En dan ben ik heel benieuwd hoe het dan eruit gaat zien. Ja, Linda is net wat foto's aan het maken. Die was net foto's aan het maken. Ja. Kijk, ik ben vies. Ja, door mij. Mag ik nou wel naar achteren alvast? Nee. Het is een strenge kapster hoor vandaag, maar het is wel lief. Streng en lief, ja. Maar ja, maakt niet uit. En als ze gaat uitspoelen, kom ik zo meteen wel weer terug. Scheelt weer. Ik ben YouTube famous. Dankjewel Asko voor vandaag. En dat moet allemaal per stuk, zeker, nu. Nou ja, een beetje. Ik weet niet wat ik nou gefilmd heb. Nou ja, vooral je folies. Ja. Zo, wow! Bob Marley! Kom kijken, hoe mooi! En Bob Marley! Jij hebt een foto voor me, maar ik wil mijn andere zijn. Ja, ja. Hé, jij hebt dus een foto voor me. Ja, daar de tafel. Ja. Het is bewegend voor de deur. Ja, misschien nou maar op. Enkel je benen komen er al van bij mij, meer niet. En dat hebben we allemaal. Hoeveel kleur heb je erin dan? Genoeg! Regenboog. Wauw. Wauw. Maar wat denk je wat ik normaal heb, hè? Paar. Maar ik wil het ook even een beetje anders weer. Ik word steeds grijzer. Dit is mijn eigen kleur. Nou, dat is wel meteen het eindresultaat, mensen. Goedenavond allemaal. Ja, ik ga deze vlog lekker gezellig met jullie afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren hier beneden. Doe het duimpje omhoog, want dan blijf je lekker op de hoogte. Laat het belletje achter, doe die dus ook aan. Want elke dag om 2 uur komt er een nieuwe video online. En laat een leuke reactie achter. En dan zeg ik altijd... Dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!